Dit is Bonshow. Bonshow. Zorg dat je doet. What up, it's your boy Actus, zijn hier in Vroeser Park, Punch Out Underground Barbecue Event. Zijn we uit de building? Yay! Is there a time lady? Miss Soprano, de zon schijnt, ik ben blij, laten we beginnen. Alright, rapper aan mijn rechterkant, stel eens af voor man. Symmetric, niet symmetry. De barbecue ruikt fucking lekker, maar deze bitch is me voorgerecht. Rapper aan mijn linkerkant, stel eens af voor. Qatar, Suna Walid, Omid, Willem, Sean, check mijn sessie binnenkort. Let's go. Alright. Zeg het maar man, kom voor munt. Munt. Het is munt, wat gaat gebeuren? Hij begint. Eerste ronde op Qatar, laat je één keer horen voor beginnen man. Go! Let's go! Let's fucking gizzle! Hey yo, ik bijt de spits eraf. Dus als ik schiet is het met de 9. Jouw mannen zijn pussy. Ze laten je weer achter in een kutsituatie als regen. Zorg dat je niet wordt afgetikt. Jij bent hem, beter blijf je bewegen. Ik zet je voetjes van de vloer en laat je lichaam de lucht in zweven. Van je hoofd, schouder tot aan je knie en teen ga ik je dik tapen. Knok, knok, wie is daar? Wie? Precies, ik heb je nog geen toestemming gegeven om te spreken. Dus mij willen laten vallen is als jij gegraf graven. Zwart bedekt, je hebt niks in de gaten. Ben je ver op de vlucht, dan pak ik je naaste. Dit zijn levensgebeurtenissen, geen verhalen. Dus als ik een schot los, weet je dat ik niet mis. Op spoor 1 verzocht, er wordt weer eens een hoer vermist. Maar je houdt veel van haar, dus als je haar vindt is je schat op mijn routekaart een kruis in de kist. Je houdt veel van haar, dus als je haar vindt, is je schat om mijn routekaart te kruisen in de kist. Let's go! Right. Laat je over zijn eerste ronde, man. Symmetrie, let's go! Symmetric. Symmetric, whatever, let's go! Oké, mijn battle tegen Alper is jammer genoeg opgeschoven. Maar nu heb ik alleen maar meer tijd om mijn bars voor hem op te hopen. Maar eerst is het tijd om deze faggot te slopen. Ik zei tegen mijn maat, ik heb een nieuwe tegenstander, dus mijn battle kan toch doorgaan. Ze zeiden mij uit, is hij gaan, is hij aan? Ik zei ze, geen idee, ik kan hem niet verstaan. Want hij heeft zo'n paardengebit. Waarschijnlijk is dat de reden dat hij sist als hij spit. Want gast, what the fuck? Je sist nog meer dan ijstijd. Om jouw raps en die reacties shit weer 3 minuten van mijn tijd kwijt. En ook ik heb je tracks gecheckt en ook ik wil mijn tijd terug innen. Maar ik steek alleen mijn tijd in je, omdat ik niet snel een mes kon vinden. En ik weet zeker dat ik anders nog 10 keer zou moeten steken om nog dat vet in te prikken. Jij dikzak. Je bent zo'n faggot dat ik weet dat je dik zakt. Je skinny jeans. Je skinny jeans passen niet. En je sport daarom bij Basic Fit. Maar ik zie geen enkel resultaat. Je bent nog steeds beestachtig dik. Is het goed als ik nu één laatste fat joke drop? Waarschijnlijk let je niet op en denk je nu een drop. Dan. Right. Tweede ronde gaat daar, let's go. Dus dit is Siem Oliemeulen. Serieus man. En Siem Oliemeulen werkt in de Albertijn. Maar deze gozer moet je echt niet fokken, anders had hij zijn goons erbij. Piet, Albert en Hein. Maar hey, ik weet waarom Steam niet lacht. Omdat hij in de ochtend al dozen van de Albert Heijn uitpakt. Ik bedoel, een hamster kan zelfs zijn moeder zijn kut vullen voor een euro. Maar ja, dat boeit hem geen fuck. Steam woont in Schaik, een dorpje niet ver van mijn stad vandaan. De type boeren wanneer je chillt in een huis en het eten is tijd wordt dat je dan uit een huis moet gaan. Maar ze helpen elkaar weer in nood. Ben je eens broke, dan is het hier heb je 2 euro bro. Daar doen zij niet moeilijk over. Maar dat je die 2 euro teruggeeft, dan moet je van tevoren hebben beloofd. Siem is niet symmetric. Siem is een object voor zijn spiegelbeeld. Siem is een maag, Siem is een gay. Hij volgt een leefpatroon, dus ze zijn gefocust op een sterrenbeeld. Tijden. Oké. Okay. U is ook een dorp, man. Oké, okay. Dit is geen spel net als levensweg. Nee, bitch, het is levensecht. Het doet je denken aan je verleden hoe deze battle voor je leven vecht. En jou dan moet je uitkijken met ringstafsprong voor ondergrondse mijnen. Maar we zijn vandaag in Mailand, deze underground bij de mijnen. Want ik laat deze afgaan, als een bom in zijn vaderland. En stiekem hoop ik diep van binnen dat die bom op zijn vaderland. Deze man warmt zijn broodjes op onder een tostiijzer, want hij is bang om van de ping van de magnetron een hartstilstand te krijgen. Deze man is zo faggot, hij geeft elke jongen graag kontje. Maar zeg dat maar niet tegen hem, terroristen hebben een kort lontje. Vroeger zat het Zorop niet echt mee. Dus verhuisde hij met zijn familie naar Nederland, maar kreeg toch direct heimwee. Dus je kan wel zeggen dat ik in een klein dorp woon, met minder inwoners dan vee. Maar ik zat tenminste niet in een fucking AZC.
Oh, geef deze man geen kroot reaction, want het zit in zijn afkomst om zichzelf op te blazen wanneer er een kroot op hem afkomt. Time. Oké, dus ik heb in een AZC gewoond, dat is iets waar ik me niet zo voor zou schamen. Ik liet je moeder een keertje langskomen, guess what? Haar kut spreekt nu 8 verschillende talen. Hey yo, kan iemand mij vertellen waarom hij mee mag doen aan deze shit? Nee? Ik deed mijn research, geen tracks, geen video's, ik vond niks. Ik doe al een paar jaar mijn fucking best voor dit. Hij tweette zelfs bodyback, ik laat je zien dat je niet op dezelfde level zit. Ik zei fuck die swag rappers die meer met hun uiterlijk bezig zijn dan hun skills. Fuck die new school rappers, ik laat je zien hoe ik je old school kill. Die gekke verdettende rappers die stappen gaan zetten in zijn Federico vechten. Die mannen breken geen nekken, ze willen altijd blijven braggen. Hebben geen woorden voor letters, de beat moet de aandacht gaan trekken. Want lyrica kunnen ze niks opwekken. Want lyrica kunnen ze niks opwekken. Je ziet hem in zijn crib met zijn rapmaatjes, er wordt weer eens goed gesmokt. Wanneer zijn dikke maat de trap afloopt, boom boom boom, kijken ze hiphop maatjes op scheef aan, zo van wie draait er bij jou, het is hardcore. Ja. Sim, ik ben disrespectful. Maak een filmpje waarin ik aan de haren van je zusje trek en haar heftig vrij. Klap de tanden uit als moe, omdat ik dan het gevoel krijg dat ze lekker pijpt. Weet je vader vast, zorg ervoor dat die motherfucker machteloos toekijkt. En trotse Afghaan in tegenstelling tot Jason Bourne laat ik genoeg sporen achter in die kutwijf. Oké, man. En nog niet klaar, vriend. Oké, ik heb het. Denk je nou serieus dat jij je thuis wat zien olie meulen? Waarschijnlijk denkt je paps dat je nu de koeien bent verscheulen. Nou fuck die grappige shit. Ik zei, ik sla de tanden uit zijn bek en laat een fucked up keuze kiezen. Ik hou ervan om door het lint te gaan, de finish haal ik en zo zijn prijs, dus je moet hem me ver bieden. Ik zei, ik hou ervan om door het lint te gaan, de finish haal ik en zo zijn prijs, dus je moet hem me ver bieden. Let's go. Let's go. Hi man. Derde ronde symmetric, let's go. Zoals ik al zei, zat het Sorab vroeger niet echt mee. Ook in het AZC was hij al rond en gay, woog daar meer dan 200 kilo en telt zijn snor aan niet eens mee. Hoor je postuur bij de chicks je nooit? Totdat je op een dag dacht dat je zoektocht naar de ware had voltooid. Maar Sorab, ik weet iets over je vriendin wat jij nog niet weet. Terwijl jij een relatie met haar had, had ze met verschillende mannen gedate waarmee ze date. Je vriendin is zo sad, er hebben meer mannen in haar gezeten dan een gemiddeld herentoilet. En ik vind het niet gek dat ze gebruikt. Gast, check hoe je ruikt. En je ziet er niet gezond uit. Jongen, eet eens wat fruit. Liefst een granaatappel, dan komt deze bodybag wel uit. Blijkbaar zijn er mensen die jou duidelijk niet mogen. Want degenen die jou persoonlijk kennen, hebben mij boven jou verkozen. True story, niet gelogen. Dus ik hoefde niet naar je info te zoeken als een detective. Ik kreeg je dagelijks aangeboden als een postbode. Je vrienden zijn nep, dat is wat ik je zeg. Niemand die jou persoonlijk kent, die mag jou echt. Door jouw criminaliteit raak jij nou echte vrienden kwijt. Sorry Sorab, maar dit moest ik even kwijt. Je had moeten weten dat je dit voor jezelf zou moeten houden. Nu het feit zal gaan berouwen als je deze vertrouwen van je vrienden kan behouden. Schijn bedriegt niet als je opgelicht wordt. Iedereen weet dat je liegt als er licht op je komt. Je shuit niet alleen omdat de zon op je komt. En als ik zeg dat je voor het gerecht moet verschijnen, betekent niet dat je straffer ook lichter op wordt. En dat betekent niet dat je nu Biggie moet gaan doen, vent. Omdat je toevallig dik en naar deze informatie ook notorious bent. Je tweet je tracks aan bekende rappers en hoopt dat de rapper hem beslist. Maar hoe wil hij horen wat je zegt als je toch alleen maar slist? Voordat je verder gaat met rappen, check eerst een logopedist. En hou jezelf daarna een spiegel voor en zie wat je nog meer mist. Ik weinig je carrière nog voordat hij begonnen is. En je moet nou niet boos zijn op mij, om het feit, maar wees blij. Er zijn zoveel dingen waar je goed in bent, maar rap hoort daar niet bij. Symmetric first battle, hiphop is waarvoor ik leef, nu opgerold met deze teef dat ik kat daar straks een matta geef. Laat je horen, man. Jullie thuis zijn de jury, man. Punchoutbattles.nl, stem op de man aan mijn linkerkant. Qatar, no new friends. Let's go. Of de man aan mijn rechterkant. Symmetric, shout out to battlerefs.nl. Let's go. Punchoutbattles.nl, man. Bang. Hier is Punch Out. Zorg dat je het onthoudt. De plek waar je carrière begint of ophoudt.